Hallo kijkers van Mixed Gamers Today. Hier ben ik weer. Ik ben Nick. Dat weten jullie wel, want staat hier ook hierboven. Denk ik. Denk niet. Ik denk het wel. En ik ben weer terug met een nieuwe gameplay van Black Ops 2. Ja, Black Ops 2. Ik vind het een heel leuk spelletje. Grote YouTuber kanalen, zoals het King, vonden het. Of King vond het niet zo leuk, maar speelt nu meer. Daar heb ik ook respect voor. Maar ik vind het een leuk spelletje, dus ik blijf het gewoon lekker spelen. De score streaks verneuken het een beetje, ja. Als je echt hele goede lui tegen je hebt, dan is het niet leuk. Meestal lief ik dan ook gewoon. Maar ik speel hier met de Peacekeeper. Dat had ik de vorige keer gevraagd. Ik zei van, laat maar een comment achter. En ja, dat is gebeurd door Thunder. Ik weet ze nou niet precies. Oh, dat is slecht. Nee, Thunder zei van, gaan we met Peacekeeper spelen? Ik wil kijken hoe je ermee speelt. Ik zei, ja, is goed. Nou, dat ga ik doen. En met deze. Hier heb je de Peacekeeper. Hij is gecustomed met een fast mag. Met een trigger nog wat. Waardoor je je kogels kan selecteren. En dan zie je ook rechts onderin. Zet dan 5 hier als ik op klik. Kan ik, oh, sniper. Kan ik mijn munitie bepalen hoe snel die schiet. En met score streaks heb ik UAV. Een AGR, dacht ik dat was. Hier. En Stealth Chopper. Zo geniale combo is dat. Dan schiet je de shelf stoppen. Die hangen erboven. En die AGR die rijdt dan alle huizen uit. Dus de AGR schiet ze binnen dood. En de UAV, de Stealth Chopper, schiet ze buiten dood. Geniale combo is dat. Dit potje ga ik morgen halen. Dat is alleen wel in de tweede ronde pas. Want in deze eerste ronde was niet zo erg denderend. Dat was niet echt succesvol. Het is wel gewoon leuk om naar te kijken met, met een beetje slap gelul van mij erbij. En zoals ook fouten. Dat zijn echt domme fouten. Je steekt de weg over en ze kunnen links en van rechts komen. En ja, YOLO swag had ik volgens mij daar. Want ik rende erover net. Oh, hier die aim. Kijk dan. Oh, die dat aim. Nee, ja, YOLO swag had ik daar volgens mij. Want dat is gewoon niet op. Dat kan niet. Net zoals hier weer. Gewoon recht vooruit, niet naar rechts kijken of er iemand is. Nee, gewoon rechts eroverheen. Maar ik wil het even hebben over de 100 subs. Daar ben ik jullie heel dankbaar voor. Misschien hebben jullie de update video al gezien. Van dat iedere uploader op dit kanaal even een kleine verhaal vertelt. En ja, ik dacht zoiets bij mezelf. Ik moet mijn Black Ops fans, kijkers, ik weet niet of fans zijn, denk ik niet. Wou ik even zeggen dat ik jullie ook heel erg bedank. Want ik heb het gevoel dat jullie daar ook wel mee hebben geholpen. Of ik weet het eigenlijk wel zeker. Binnenkort. Glasvezel. Hetzelfde dat het met Juddy heeft. In de update video heeft Niels er wat over verteld. Binnenkort glasvezel. Denk je, huh? Glasvezel, wat is dat? Wat doet dat? Nou ja, glasvezel was internet. Dat was het. Nee, glasvezel als internet, dat is 300 keer zo snel als in mijn internet, wat ik nu heb. Een filmpje van 10 minuten uploaden dan, kost ongeveer ook 10 minuten. Zoiets hoorde ik van Juddy. En als ik nou een filmpje van 10 minuten upload, dat is ongeveer dit filmpje. Het filmpje doet denk ik 11 minuten, nog wat. Dan ben ik 3 uur bezig of zo. Dan meestal laat ik 's nachts mijn computer nog aanstaan, daar zijn mijn ouders niet zo blij mee. Maar ja, YOLO. Ik moet echt ophouden met dat woord. Nee, dan moet ik me s'nachts mijn computer aan laten staan. Het vreet energie, daar zijn mijn ouders niet blij mee, maar moet ook gebeuren, uploaden. En ten derde, of ten vierde, waar ik was gebleven. Score streaks. Ik had net al verteld dat mijn score streaks waren. Ik zou het nog een keer herhalen. UAV, AGR en Stealth Chopper. Oh, pro kill. Dit was een mooie kill. Hij wou me knife, ik had hem door. Gordon. Nee, ik speel dus met die drie score streaks, maar ik ben benieuwd waar jullie mee spelen en wat jullie ervan vinden. En hoe jullie ermee spelen. Want ik, zoals jullie weten, ik ben niet de beste Black Ops speler die er is. Oh ja, hier komt mijn verhaal. Ik denk, oh, hij zit hier rechts op het doekje. Wat? Oh, shit. Fuck my life, dacht ik toen. Dacht, nou, revenge, ik wil revenge. En toen was hij weg. Kijk maar, ja. Zou die komen? Nee. Oh, ga later maar. Zoeps. Boom! Nee, mensen, dan wil ik het hier nog wel laten of wil ik nog wat zeggen tegen jullie. Het enige wat ik nog wil zeggen is,
Like deze. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En ja, laat een comment achter. Ik ga nu gewoon muziek op de achtergrond laten afspelen, want daar vermaak ik me mee. Dus mensen, have a nice weekend. Oh nee, het is geen weekend. Het is zondag als ik dit upload. Nou ja, mensen, adieu. Geniet van de muziek en van mijn gameplay.